Deze beschouwing die gaat over moraliteit. Immanuel Kant, de Duitse schrijver, die heeft een boek geschreven en dat heet De Kritiek van het Zuivere Verstand. En op zijn Duits is dat ook de kritiek op het zuivere verstand. Dus de kritiek op het zuivere verstand door het zuivere verstand. Die analyse is geniaal, vind ik. Mag jij anders over denken, maar wat Kant, wat hij doet is, hij beperkt zich totaal. Je hebt de wetenschap en die doet experimenten. En je hebt ook de kunst van het spreken of schrijven, waarbij je je beperkt totaal. En niet zeggen van, ik heb het heel vaak gezien, dit zit sowieso en volgens mij is het zo. Dat is empirie. De empirische wetenswaardigheden, die kloppen. Als je heel veel gaat roken, dan ga je meer hoesten. Als je rookt, dan duurt een verkoudheid langer. Oh, als je veel alcohol drinkt, dan ga je minder goed eten. Dat soort. Ja, je krijgt er hoofdpijn van. Dat is empirie. Geconstateerde waarheden. Eigenlijk is dat de kennis. Je bedenkt wat, je doet een experiment en doe het nog een keer. En dan ontdek je wat. Ja, het punt met wetenschap is dat jij zegt dan dat je wat ontdekt hebt en dan denkt een ander, oh, is dit zo? En dan gaat een ander erover nadenken en dan kan een ander constateren dat wat jij ontdekt hebt, dat was maar, noem het maar, het topje van de ijsberg. Maar er zat nog veel meer achter. En jouw ontdekking gaat de analen in als, dat was een voorlopige constatering, maar daarna kwam. Neem Newton, Isaac Newton, die kwam met die wet van de aantrekkingskracht, de law of attraction. En daar volgde dan een hele hoop wiskunde uit en iedereen dacht van nou, dan weet je dus alles als je maar weet hoe de wet van de aantrekkingskracht werkt. Maar na Newton kwam een man en die heette Kepler. En Kepler liet zien dat die wet van de aantrekkingskracht van Newton, dat die maar een hele beperkte geldigheid heeft. Als je het hebt over de zon en de aarde en de maan, volgens mij kan je dat niet eens meer. Dan heb je al een probleem om precies te vertellen waar de zon zal staan. Want de zon wordt aangetrokken door de aarde ook. Dus de zon en de aarde trekken elkaar aan. En dan trekt de zon ook nog de maan aan. De maan trekt ook de zon aan dus. Dan heb je ook nog de aarde en de maan. Volgens mij gaat het daar al fout. Het gaat in elk geval fout als je het hebt over vier objecten die elkaar aantrekken. En aangezien ons zonnestelsel 10 objecten heeft, nee, inclusief die manen nog meer, hè? Maar te beginnen met de zon, de aarde en de 8 planeten, ja, dus dan kan je zeggen dat je van Newton weet, maar Kepler heeft bewezen dat jij niet kan vertellen waar de zon zal staan op een bepaald moment.
Ik ken dat bewijs niet hoor, van Kaplan. Maar... Ik wil maar zeggen, wetenschap is weerlegbaar, per definitie. Met filosofie is dat niet. Die is niet weerlegbaar. Of hij is fout, dat kan ook. Het gaat om bij de filosofie dat je de juiste woorden kiest. En Kant zei dat de oorzaak van de dingen, en alles is een ding, een verkeersboete is een ding, een verkeersregel is een ding, zorgtoeslag is ook een ding, je hebt allemaal dingen. Ja, ook gewone dingen, koelkasten zijn dingen, gedachte dingen en werkelijke dingen. Ja, waar komen al die dingen vandaan? Die kunnen niet komen van een ding. Want dan heb je nog steeds dat ene ding dat alle dingen veroorzaakt. En dan heb je dus alle dingen die veroorzaakt zijn door het ene ding. Maar waar komt dan dat geheel vandaan? Zoals de luid van, als God de wereld heeft geschapen, dan zie je God als ding. Wat heeft dan God geschapen? Wat was de oorzaak van God? Ja, denk er maar even over na. En Kant kwam met het antwoord. Kant zei, de dingen worden veroorzaakt door een ding op zichzelf. Er is één ding en dat is het ding op zichzelf. En dat heeft per definitie geen eigenschappen. Heeft ook geen relatie. Ding aan zichzelf, noemde hij dat. Ja, dat klopt. Dat kan niet anders. En hij analyseert dat, hij leidt dat af door ervan uit te gaan dat er zoiets is als een analytische uitspraak. Bijvoorbeeld, zaken zijn zaken. Die is waar. Hè? Dat heeft een tautologie. Of a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Wanneer men spreekt over een rechthoekige driehoek in een niet-Euclidisch stelsel. Euclidisch stelsel. Cartesiaans kan je ook zeggen. In het platte vlak. Dan heb je een rechthoekige driehoek. En dan heb je A, B en C. En A en B, dat zijn de zijden aan de rechterhoek. En C, dat is de overliggende, of de hypotenusa, zijde, dat is C. En als A keer A plus B keer B, als dat gelijk is aan C keer C, dan is de hoek tussen A en B 90 graden. Dan moet wel die driehoek plat liggen, anders werkt het niet. Niet op een bol. Gaat dat grapje niet op. Nou, dat is analytisch. Hoef je niet te bewijzen. Nou, je moet het inzien. Dat is alles. Je hoeft het niet empirisch te gaan bewijzen. Want ik ga een driehoek maken en ik ga... Ik wil laten zien dat het niet klopt. Iedereen snapt dat dat niet kan. Als jij een driehoek maakt en A keer A plus B keer B is gelijk aan C keer C en die hoek is niet recht, dan heb jij je experiment niet goed gedaan. Dus. En dat is de analyse. En daarnaast heb je de synthese, noemt Kant dat. En dat je zegt, zoiets als, zo zeg je, Granny Smith... Appels, die zijn zuurder
dan goudrenette. Nou, dat is een empirische uitspraak, synthetisch. En dat moet je dus onderbouwen met een experiment. Dat is een goed verhaal van Kant. Het is heel lang, dat boek, de kritiek der reine vernoemd. Het is geen prettig leesvoer. Lange zinnen, heel veel komma's en streepjes. En in het Duits, ook dat nog. Hoogduits. Ja, ja. En toen ik van Kant leerde. Nou, heette die man ook alweer. Dat is een hele leuke leraar. Ik was toen bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Nu heet dat de Radboud Universiteit. Ik weet ook niet meer waarom. Een nieuwe naam en dan is alles weer overnieuw. En we gaan altijd alles anders doen. En ik was bij de KUN. En dan met die leraar stond ik dan in de pauze koffie te drinken, checkie roken. Maar ik was zijn leeftijd. Maar ietsje jonger dan hij. En voor de rest was... ik was 40. Het publiek voor de rest was 18, 19, 20. En toen zei hij tegen mij, dat het college was de analyticiteit van Kant. En toen zei hij, dat vind ik geweldig. Alleen de moraal van Kant, dat vind ik helemaal niks. En wat hij bedoelde was de onderbouwing van moraal. Dus waar komt moraal vandaan? In het grote geheel der dingen. Moraal is dus ook een ding. Waar komt dat ding moraal vandaan? En Kant kwam niet verder dan te zeggen, ja, dat moet er gewoon zijn. Dat kan niet anders. Dat moet. Maar ja, zo zijn we niet getrouwd. Moet je wel onderbouwen dan. Hè? Datzelfde probleem heeft Stefan Molyneux ook. Dat is een interessante man. Om te beluisteren. En Stefan Molyneux is opgevoed door zijn moeder. En dat was een verschrikkelijk persoon. Hij is mishandeld als kind. En nou, toen de filosofie ingedoken. En een heel behoorlijk YouTube-kanaal opgericht. En dan blijft hij ook worstelen met dat begrip. Waar, hij vond zijn jeugd. Voor zover je het hebt over de manier waarop zijn moeder met hem omging. Dat vond hij niet goed. En waarom zou je dat vinden? Nou, dan komt Stefan Molyneux ook niet verder dan te zeggen, ja, maar dit was helemaal niet leuk. Dit is helemaal niet leuk als je zo behandeld wordt. En het punt daarbij is, waarom moet de wereld leuk zijn? Of aardig? Waar baseert het op? Een beetje klagen is dat eigenlijk, hè? En dan zegt Stefan Molyneux, ja, kijk, het is zo, hè? Agressie, dat mag niet. En waarom niet? Waarom mag agressie niet? Nou, dat is niet leuk. Ja, dus jij vindt dat het niet mag. Dat is jouw mening. Waarom is moraliteit noodzakelijk goed? Ja, gaan we dat doen.
Waarom moet dat goed zijn? Het antwoord werd gegeven door Arthur Schopenhauer, die de frase, de term, ding op zichzelf, dat hij die frase een naam gaf. Ding op zichzelf, dat zijn drie woorden. En hij verving die drie woorden door één woord. En dat woord was wil. W-I-L-L. Op z'n Duits hebben ze, die Duitsers zijn zo gek. We hebben een L'tje nodig, extra L'tje. Maar wij zeggen wil. Op z'n Engels is het ook dubbel L. Hè? Ja, in het Nederlands niet. Het is een wil. Dat ding op zichzelf, wat de dingen veroorzaakt, is de wil. Eén ondeelbare wil. Ja, laat dat even op je inzinken voordat je zegt van ja, ik weet een veel beter woord. Het is niet de wil, het is de wesp. Of zo. Of het is de bij. Of het is de golven van de zee. Of het is de... Even stilstaan bij wat Arthur Schopenhauer zegt. De wil. En als alles, als alle dingen gewild zijn door één wil, dan is het logisch dat moraliteit moet. Want waarom zou een wil iets maken, iets willen, dat zichzelf kapot maakt? Wat is daar de lol van? Sinds wanneer is dat een wil? Oh, ik heb een huis gebouwd. He. En dat huis dat zit zo slecht in elkaar. Dat wilde ik. En dat huis dat vernietigt zichzelf. Ben je geen goede bouwvakker, hè? Dan moet je gelijk denken dat er dus mensen zijn die beweren dat ze die Twin Towers in New York, hè, dat ze die in de jaren 70, toen ze begonnen te bouwen, dat ze er toen al explosieven in gedaan hadden. Deze huizen gaan zichzelf vernietigen. Waarschijnlijk is dat waar. Hè? Dus... En dan kan je ook zeggen, ja, die twee torens die waren niet echt gewild. Dat was een theatervoorstelling. Wat gewild was, was die Patriot Act die erachteraan kwam. En dat we allemaal bang zouden worden voor Arabieren. Met krumzwaarden. En gesluierde vrouwen. Ja, ja. Dus de wil, die maakt. Die wil al die dingen. Dus alles wat je ziet, dat komt van een wil. Eén wil. Geen twee, maar één. Dat is het ding op zichzelf. En dat is moraliteit. Zo snap je hem. Dus dat die mug in jouw woning, die sla je niet gelijk dood. Ben je hem af? Je mag hem wel doodslaan, maar dan moet je wel bedreigd worden door die mug. Maar een mug waar je geen last van hebt, die laat je lekker muggen. Het is gewild. Alles laten gaan. Op het moment dat jij denkt, ja, maar ik ben en ik heb behoefte en ik ga goed voor mezelf zorgen, dan ben je egoïstisch. Want jij snapt niet op dat moment dat jij gewild bent, maar je zusje ook. En je moeder ook. En je opa ook. En die rare buurman uit Afghanistan ook. Iedereen is gewild. Dat is jouw perspectief op deze wereld. Dus je bent niet beter dan een ander. Hoe kan je dat nou weten?
Nou, ik heb meer geld dan een ander, dus ik ben gewildig. Ga toch weg. Ja, maar die auto van mij is echt een hele goede auto. En nou, die auto van mijn buurman, daar kijk ik wel eens naar. Denk ik, jongen, waarom rij jij in een Mazda? Iedereen weet dat je Mitsubishi moet rijden. Ja, ik heb een hele domme buurman. Die is niet gewild, maar ik wil. Want ik weet dat je een Mitsubishi moet rijden. Ben je gek? Serieus? Je bent knettergek. Op mijn werk, daar heb ik contact met de bewoners natuurlijk en de begeleiding. Ik zit in de gehandicaptenzorg. Maar ik heb ook contact met de vogels in de tuin. En ik weet al lang dat er twee roodborstjes zijn. Namelijk die grote en die kleine. En af en toe is die grote er en dan komt die kleine weer. En allebei zitten ze naar mij te kijken. En dan kom ik naar buiten om mijn bouillonnetje te drinken. En niet elke dag, maar zeker 3 van de 5 dagen, dan komt het roodborstje even langs. En dan kijken ze naar mij. Hè? Dan kijken ze me recht aan, hè, met 2 oogjes. En dan gaan ze zo de kopje omzij draaien. En dan kijken ze met 1 oog. En dan doen ze het kopje de andere kant op. En dan kijken ze met het andere oog. En dan gaan ze ook nog met hun bips naar me toe zitten. En dan doet hij wat. Maar ik doe helemaal niks. Dus dan durven ze ook met hun rug naar mij toe te zitten. Dat is de wil. Zo'n mooi christelijk dogma is dat er geen vrije wil is. Dat klopt. Er is geen vrije wil. Die bestaat niet. Alles wat jij wil, komt door de wil. De wil wilde jou en wil dat jij verder wilt. Daarom staat ook in de Bijbel, dat is iets als zelfmoord. Dat is godslasterlijk. Dat is een regelrechte belediging naar de wil. Dan ben je afvallig. Dan doe je niet meer mee. Ja, letterlijk natuurlijk ook, want je hebt zelfmoord gepleegd, dus je doet het niet meer mee. Maar het is ongeoorloofd ontslag aanvragen. Hoezo ben jij degene die mag bepalen of je nog meedoet of niet? Ik dacht dat zo dat jij gewild was. En dat jij dus moet doen datgene waarom jij gewild was. Want jij bent daarvoor bedoeld. Dat is gewild. Ik wil zeggen, ja, maar ik heb een heroïneverslaafde moeder en een tyfusleier als een vader. Ik kan niet gewild zijn, maar het is belachelijk. Dat zijn rare frassen in je kop. Daar moet je mee ophouden. Geen vrije wil. Niet voor niets heet dat Arabische katholieke geloof, het Arabisch universele geloof, het heet onderwerping. Islam. Dat is niet toevallig. Oh, maar Piri, moeten we allemaal dan islam worden? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Dat is katholicisme. Dat is universeel geloof. We moeten allemaal nu eenheid van kerk en staat. De kerk en de staat, dat zijn 2 vrienden. Net als Bert en Ernie. Wij zijn 2 vrienden, jij en ik. Ja, dat is de kerk en de staat. Dus dan heb je 1 regering en 1 kerk. Dat is katholicisme. Tegenwoordig mag je ook homoseksuele dingen doen. Dat is hartstikke vies eigenlijk. Zo'n mannen die hun penis stoppen in een anus van een andere man. Gadverdamme. Dat is niet moreel, hè? Zo. Ja,
Ja, maar ik vind het wel lekker hoor. Want seks met vrouwen. Met vrouwen vind ik persoonlijk peri. En dat vind jij ook hoor. Maar die zeuren altijd zo. Terwijl met mannen is het meer een kwestie van afspraak. En dan doen we het ook. En dan, Maar het is vies. En je hoort dat niet te doen. Je stopt je lul maar in een aardappel, in het ergste geval. Of in een Japanse seksdol, maar niet in de anus van je vriend. Dat is vies. Punt. Ik ben niet tegen anale seks, dat kan hartstikke lekker zijn. Maar ik ben tegen het feit dat mannen onderling seks gaan hebben. En wat laat je al die vrouwtjes in de kou staan? Die vrouwtjes zijn moeilijk, dat weet iedereen. Mannen zijn in alles makkelijker, ook in seks. En in het besturen van een bus, en in bouwvakken, en alles, mannen makkelijker. Ook in seks. Maar dat betekent niet dat je dan seks moet gaan hebben met een man. Alleen omdat het kan? Nee, dat is smerig. Dat vind ik. Ik ben in mijn leven meerdere keren benaderd door van die sodomieten zijn dat. Homoseksuelen, biseksuelen, iedereen doet het lekker met iedereen en lekker spuiten met die garnaal. En ik heb het allemaal beleefd afgewezen. Ik ben ook niet boos geworden, dat vind ik niet moreel. Ik heb gewoon gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik blijf van mijn kont af. Serieus, hè? Ik werd aan mijn kont gefriemeld. En wat ben jij nou aan het doen? Ja, ik wil even kijken of je een beetje heet bent. Zeg, ga weg. Dat is niet moreel. En ben ik moreel? Dat is ook zo'n vraag. Ik sta onder die wet. Want er is maar één wil. En die wil heeft kennelijk dit allemaal gewild. Die wilde een wereld met Indonesië en Cuba en China en een gekke Donald Trump en anti-Trump protesters en dan pro-Trump demonstranten. Laten we Amerika weer groot maken. En dat is dus kennelijk gewild. En ik zit daar middenin. In dit schouwspel. En daar heb ik het mee te doen. En geen vieze dingen doen. Een man, het punt met anale seks is, als je dat met je blote piemel doet. De kans op schimmels en dat soort dingen. Schimmels, bacteriën, parasieten. En een miemel. Dat je dus iemand een besmetting veroorzaakt. Ik ga je even volspuiten met troep. Ja, je eigen sperma mag er nog kloppen, maar het zit er allemaal in je smegma. Je smegma, dat is die meuk die heeft dat prettige geurtje, een beetje kaaslucht. Dat is allemaal schimmels. En dan ga je de reet van een andere volspuiten, ja, vol pompen met die schimmels blijven hangen. En de mens in zijn anus is niet beschermd. Hè? Het afweersysteem. In het ontwerp van het lichaam is men ervan uitgegaan dat. Dat laatste stukje van de darm. Daar hoeft geen bescherming bij, want de bescherming is al geweest. Dus mensen die stoppen dingen in hun mond.
Dan moet je al kouwen en zo. En dan komt het in de maag. En dan krijg je zoutzuur. En dan komt het in de darm. En dan krijg je basis. En dan wordt al dat bloed, dat gaat eerst langs de lever. En dan worden de gekke dingen eruit gehaald. Maar het bloed wat langs jouw endeldarm stroomt, dat wordt niet achteraf gereinigd. Want het lichaam gaat ervan uit dat daar niks meer te doen is. Vandaar ook dat je medicijnen hebt en die moeten anaal worden toegediend. Want als je het oraal inneemt, dan gaat dat medicijn eerst door de lever. En daar, de lever gaat er wat van maken natuurlijk. Verbouwen. Oh, dat is hier niet, dat is heel vreemd. Heel rare moleculen. Ja. Vandaar dat je een Z-pil hebt. Als je me niet gelooft, dan moet je een keer een stuk hasje in je reet stoppen. En kijk hoe stond je wordt. En daar dan je piemel in doen, joh. Nee, dat is afwijkend gedrag. Dat is afvallig. Dat is niet moreel. Zo hoor je dat niet te doen. Dan ga je zeggen, ja, maar ik wil zo graag klaarkomen. En vrouwen vind ik zo vervelend. Ja, maar dat betekent niet dat je het dan mag doen. Omdat je het zo graag wil. Dat moet gewoon helemaal niet doen. Ja, toch? En de moeder van mijn kind, hè? Die is een sodomiet. En die zei, je hebt moraliteit. Dat wist ze nog wel. Hè? En je hebt amoraliteit en immoraliteit. En het ene, dat was walgeluk. En het andere was vergevelijk. Want immoreel, volgens mij was het dat. Hè? Als je immoreel bent, dan doe je in de ogen van andere mensen niet moreel. Maar je bent nu een keer zo. Dus daar kan je niks aan doen. Terwijl amorele mensen, die zijn eigenlijk moreel, maar die doen het opzet. Niet moreel. En dat is dan slecht. En ik zeg je, nee, het is allebei slecht. Je bent moreel en dan leef je. Of je bent dat niet. En dan sterf je af. Ga maar in de rij staan voor een geslachtsziekte of een verkeersongeluk. Het is een kwestie van tijd, maar je kop gaat eraf. Jouw hele manier van denken gaat de analen in als mislukt. Niet bijdragend aan het grotere geheel. Het punt met Kant is, Kant heeft gezegd, als ik kijk naar de sterrenhemel, dan voel ik de morele wet in mijzelf. Dus ik moet kijken naar de sterren en met dat beeld voel ik de morele wet. Ja, dat is empirie. En het is wel zo. Als jij omhoog kijkt naar de sterren, dan kan je datzelfde gevoel krijgen als wat Kant kreeg. Maar het zijn emoties. Dus niet waar het vandaan komt. En als je niet moreel bent, als je over dingen heen stapt, dat is een ding van niet moreel, hè? Dat je ergens overheen stapt. Ja, dat zeg je nou wel, maar waarom ben je slecht bij zo? En je gaat eraan, hoor. Iedereen gaat eraan, dus maakt ook niet zo wel aan.
Maar er zijn verschillende manieren om eraan te gaan. Christus bijvoorbeeld, die ging eraan. Maar dat was gepland. Hè? Door Christus. Is het voor jou om bij stil te staan? En dat jij net zo belangrijk bent als Christus. In het grote geheel dan. Hè? Niet hem na gaan doen. Of, spijker mij aan een kruis. Dat slaat nergens op. Dat is al gebeurd. Maar jij bent net zo belangrijk. Hij was toch mens, of niet? Nou dan. En jij ook. Jij hebt dezelfde oorzaak. Christus noemt dat onze Vader. Wat Arthur Schopenhauer noemt de wil, dat wordt door Christus genoemd onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook hier op aarde. In de King James staat het andersom, maar dat maakt niet zo wel uit. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons, daar komt hij, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in den eeuwigheid. Zo is het. En Christus heeft dit gebed gedicteerd 2000 jaar geleden. En Arthur Schopenhauer die komt er nog even lekker overheen en vertelt hetzelfde verhaal. Een hele mooie van Schopenhauer is dat hij zegt met die wonderbaarlijke visvangst van Christus. Hè? Dat hij zegt, ja, een leuk verhaal, maar het is wel zielig voor die vissen. Dat is toch een beetje immoreel van Christus. Die arme vissen. Ja, zo be het. Ja, dat verhaal moest er nu een keer uit, hoor. En dan dus terug naar Kant, hè. Dat de oorzaak van de dingen, verkeersboetes, verkiezingsfraude, hebben we meer, CO2-problemen met ijsberen, allemaal dingen. En die oorzaak is een ding op zichzelf. En Christus zei dat dat ding op zichzelf, de wil, onze Vader, dat die wil dat het goed komt. Onze Vader wil een mooie, opgeruimde, schone wereld. Schoon en schön. Dat is ook mooi. Geen rommeltoestanden. Maar alles heel ordelijk. Dus ook dat begrip van die wereldorde. De nieuwe wereldorde. Het is de wens van de wil. En dat jij zegt, van ja, ik ben van de NWO, dus ik ben goed. Nee, je bent een sukkel en je gooit met napalmbommen. Op Vietnamese mensen. En dat is niet goed. Dat is immoreel.
Dat is niet moreel. Je mag niet met bommen gooien op nietsvermoedende burgers. Het is ondenkbaar dat dat mag. En je mag niet liegen. Dat moet je niet doen. Niet tegen je naaste. Tegen een vijand. De vijand vraagt aan jou. Waar woont die hoeren? Want we gaan haar afmaken. En dan zeg je tegen die vijand. Van, nou ja, volgens mij woont ze in Westervoort. De laatste berichten. Hier op mijn smartphone. Ja, volgens mij zit ze in Westervoort. Terwijl ze woont in Oosterbeek. Kijk, dat mag. Maar niet tegen je naasten. Je kan zeggen, wij zijn verantwoordelijk voor de wereld. Met z'n allen. En dan kan je zeggen, ja, maar dan wil ik dus dat de Democraten nu een keer weer gaan winnen. En dan daarna mogen de Republikeinen weer. En dan hier in Nederland moet ook de SP een keer aan het woord komen. Maar dat heeft er niks mee te maken. Een hele mooie van Christus was dat begrip mosterdzaad. Mosterd, dat is een van de kleinste zaden en een van de grootste bomen. Dus wat is afmeting? En je moraliteit, als je die gaat oefenen, dat kan je doen op het allerkleinste vlak. Het allerkleinste beginsel. Belangrijk is dat je het doet. En dat je, voordat je moreel gaat zijn, dat je eerst een goede inspectie doet. Dan doe je je morele gedrag en je inspecteert achteraf of het goed is afgelopen. En dat elke dag opnieuw. Het maakt jou niet uit, toch? Je hebt tijd genoeg. Als je maar geen zelfmoord pleegt, want dan is je tijd voorbij. Maar als je geen zelfmoord pleegt, je gaat lekker door. Te eten krijg je toch wel. Geloof me. Onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, ja. Nog even ter afsluiting hoor. Ik ga het afronden. Hè? Brood. Dat is helemaal niet lekker. Toch? Maar het helpt wel. En Christus is het brood der mensheid. Daarom is Christus ook geboren in de bakkerij. Bethlehem. Bet betekent huis. Lehem is brood. Het broodhuis. En Christus was moreel. Er is geen moreler mens dan Christus. Die zijn eigen lichaam eraan gaf. En zich ook nog zorgen maakte. Vlak voordat hij doodging. Van, hey God, je moet niet boos worden op die lui hoor. Want die zijn echt te stom voor woorden. Dat zijn hele domme mensen. En niet boos worden. Heer, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En dat geldt voor jou ook. Dat je zo moet denken. Naar iedereen in jouw omgeving. Je buurman, je moeder, je vader, je opa.
Die stomme collega op het werk. Ja, je kan je overal aan lopen irriteren. Het punt is, die mensen weten niet wat ze doen. Maar dat is niet jouw probleem. En misschien dat je hele dagen de houding moet hebben van... we zijn nu 2000 jaar verder, God, hè, tegen de wil. Hè. Ze snappen het nog steeds niet. Dat is best gek, hè? We nog steeds helemaal geen beat van begrijpen. Dus niet goed, hè? Ja, dat ik het weet. En geloof me, alles gaat goed. Er is niks aan de hand. En het koninkrijk der hemelen, dat komt met grote kracht. En is nabij en... Ja, waar moet je je zorgen over maken? Dat je uit je huis wordt gezet? Dat je vrouw, die wil je niet meer zien? Wat is daar weer een probleem mee? Die moeder heeft de kinderen tegen jou opgestookt. Wat is daar het probleem mee? Waarom is dat erg? Had jij het beter gewild? Nou, maar hoe dan? Heb een beetje medelijden. Met je ex. Ja, maar mijn ex, dat is echt een heks. Dat is, ik noem haar liever een heks dan een ex. Maar dat is, wat die heeft gedaan. He. Want ik ken die verhalen. Ik weet dat die vrouwen uitvreten. Vrouwen zijn helemaal niet leuk. Niet. Ze zijn aandachts... Vragers. Ja. Maar dat is toch verder geen punt? Of wel? Ja, want ik wil graag seks. Ja, dan zorg ervoor dat je een volle portemonnee hebt. Een seks te rijden wil betalen. Nee, want ik heb een vriendin en die vindt het zelf ook lekker. En gewoon een stuivertje wisselen. Nee, zo werkt het niet. Dat verhaal van Onan, hè? Uit het Oude Testament. Dus die ging masturberen. Terwijl hem verzocht was om wild te gaan... op de vrouw van zijn overleden broer. Als ik me goed herinner. Kijk, en als je de vrouw van je broer moet doen... en je gaat dan toch achter de bosjes lopen jengelen... aan de grote meneer kleine jongen... dan ben je slecht bezig. Maar voor de rest mag je als kerel best rukken. Dat is niet immoreel. Waarom? Er zijn mensen die zeggen, hé, maar je moet helemaal niet rukken. Ja. Maar dan vind ik ook, als je helemaal niet mag rukken, dan moeten alle vrouwen ook niet meer echt zo aantrekkelijk uitzien. Er moet ook een wereldwijd make-up verbod komen en kledingvoorschriften. Nou, dat is niet. Overal zie je van die vrouwenbillen en tanga-slipjes, push-up BH's. Ja, en je oog ziet dat de godganse tijd. Hè? Dan krijg je allemaal rare kriebels van. Nou, maar gewoon rukken. Dat vind ik. Ik ben daar heel simpel in. Niet zo strak zijn voor jezelf. En voor de vrouwen, ja.
De meeste mannen, dat zijn moederskindjes. En waarom wil jij een schoonmoeder die naast je in bed ligt? Wat die, je hebt zo'n man, een moederskind, hè? En die heeft een ding met zijn moeder. Ja, mijn moeder dit, mijn moeder altijd klagen of zo. Maar die ligt naast je in bed. Heb je zo'n kerel en die heeft een conflict met zijn moeder. Maar die ligt naast je in bed. Gadverdamme. Ja, ik zou het niet willen hoor, als vrouw. Ja, toch? Allemaal slapjanen zo. Die eerst porno moeten kijken voordat ze hem omhoog kunnen krijgen. Hm? Even porno kijken en daarna gaan we neuken. Ja, wat moet je met zo'n vent? En waarom vindt hij jou niet zonder meer aantrekkelijk? Wat mankeert er aan zijn ogen? Hm. Ja, toch? Ja, een lekker voor jezelf om. Een lekkere voor jezelf om tot rust te komen. En op zoek te gaan naar jouw moraliteit. En je tijd niet te verdoen met slapjanissen en truthola's. Maar ga aan je werk, flerk. Zolang het nog kan. Want zo dadelijk is alles voorbij, dat weten we allemaal. Deze aarde heeft nog 5 miljard jaar en dan is het empirisch gesproken afgelopen. Oeps, nou. Hurry up, hè? Jo, maar 5 miljard jaar, Piri, dat is een oneindigheid. Nee, helemaal geen oneindigheid. Het is straks afgelopen. Bedenk dat goed. Hè? Dat heet het einde der tijden. Er komt een einde aan de tijd. En als de tijd voorbij is, dan krijgen wij eeuwigheid. En dan begint de hele soepzooi weer overnieuw. Wedden? Maar tot die tijd zitten wij in die eindigheid die overgaat in oneindigheid. En dan komt de eindigheid weer opnieuw. Dat is helemaal niet erg. Jij maakt er toch niet mee. Dus waar maak je je zorgen over? Jij leeft 60, 70, 80 jaar. Ja, wat is 60, 70, 80 op een schaal van 5 miljard? Dat is helemaal niks. Dat is een leuke mop, een muis en een olifant. En die lopen samen over een touwbrug met hout en allemaal toestanden. Zo. En die olifant en die muis, die allebei van, ja, ik hoop maar dat de brug het houdt. En die muis die loopt naast die olifant en die zegt tegen die olifant, we stampen wel heel erg, vind je niet? Ja, iedereen vreest voor zijn leven. En dat is terecht. Want wij, of men, of Elohim, kan je ook zeggen. Dat is het Hebreeuwse, Elohim. Nou, wij willen dat jij in leven blijft. En daarom wil jij in leven blijven. En dat komt omdat wij dat willen. Elohim. En maak niks kapot alsjeblieft. En als je het kapot maakt, dat is ook best, maar dan maak je het ook af ook. Niet een klein beetje kapot maken en weglopen, nee.
Als je het kapot maakt, dan moet je het helemaal kapot maken. Dat is moreel. En niet halverwege. Hè? En dan ophouden. Ja, ik heb een klein beetje kapot gemaakt en dan ga ik even kijken wat er gebeurt. Nee, je moet helemaal kapot maken. Als je wil kapot maken. Als je wil vernietigen. Dan moet je het ook afmaken. Zo fijn, nou, lekker aan zaterdag. Over anderhalf uur gaat de supermarkt open. En dan ga ik corona-neutraal mijn bier halen voor vandaag. Met een mondkapje van mijn werkgever. En billijke prijzen. Dank jullie wel voor het luisteren. Mijn liefde, hè, voor jullie, die is onmetelijk. Alsjeblieft.